Yo, dames en heren, welkom, welkom. Hallo. Nagis. Hallo. Welkom bij een nieuwe video. Zijn samen met Ryan. Hallo, alles goed? Ja, alles is prima met mij. We zijn terug vandaag om samen een filmpje te maken. Heel leuk, wow, tof. Vandaag doen we niks minder dan de kutste hypes van 2017. Reviewen, bekijken, checken, fokken, opmaken. Smash zeker een like als ik meer met deze dwerg moet opnemen. Ben je dan nu? Chill dan. We moeten gewoon een duim achterlaten. Like je. Ik geef deze video even. Het is niet moeilijk, doe het gewoon nu. Dus, vandaag gaan we de kutste huis van 2017 reviewen. En om te beginnen met een filmpje, gaan we even op die interwebs. Zal ik de microfoonstand zijn? Ja, doe de microfoon. Vandaag ben ik de microfoonstand. Ik had dus een paar video's gezien van deze dingen. Voor mij is dat autisten speelgoed, dat meen ik. Ik heb niks tegen autisten, ik ben zelf ook fucking autistisch. Als je YouTube filmpjes maakt, zitten er ook allemaal dingen los in je hoofd en zo. Ga niet tegen een cameraapparaat als je niet autistisch bent. Misschien niet zo dicht, misschien gewoon een beetje afstand. Dus, let's check wat dit ding eigenlijk is. Yo, what? This one is still going, it's still going, guys. No way, I'm pretty sure this is the best fidget spinner ever on the market. Je ziet zo die guy, hier, neem mijn oortje, dat is nog cute. Oh, it's still freaking going. Hoe hype is die? Hey, yo, what's up? Another day. Waarom zijn die Engelse YouTubers altijd zo hyped over ergens? Dus ze tanden, het stoort me nu achteraf. Waarom zijn die allemaal hetzelfde? Ik heb zo'n mail gekregen deze week en Ryan heeft die ook gekregen. Exact. Dat is zo'n Chinese shit en die willen ons sponsoren en die autisten denken. Dit is mail. Good afternoon, this is good. Yeah. We hebben die mail gekregen van Lendy. Zij stuurde ook zo'n video met video's van deze scare dingen. Fucking kut reclame. Oh ja! Dit is echt fucking saai. Gewoon uitkijken. Dit is echt kut. En omdat wij het zo kut vinden, hebben we er ook gekocht. We hebben hier 25 euro voor betaald. Sla daar eens mee op de tafel, want die zou legjes moeten maken. Ja, daar, yo. Rij. Oh my god, guys. Oh. Er werkt nog maar één lampje. Guys. Er werkt één lampje. Is al je stress nu weg? Alles is weg. Alles? Alles. Werkt het? We moeten zelf uitproberen. We hebben nog één. Deze. Guys, today we're unboxing this fidget spinner. Dit is de tweede. Die is gewoon zwart. En die... Ja, die is ook kut. Het is ook echt zo'n hype van 2017. Ik snap niet wat iedereen hier zo leuk aan vindt. Dat is echt, je moet dat iets gaan. Allee, joh. Dude, fuck! Al de lichtjes. Ik heb niet eens een foto kunnen maken voor de tijd. Heel mijn grond ligt vol. Mijn kapotte dingen. Alles is kapot. Alles wat... Wat is dit? Zijn dat die legjes? Ik heb 15 euro betaald en per 100.000 views krijg ik 3 euro ofzo. Als deze video niet viral gaat, verdien ik deze dingen niet terug. Vertel eens hoe dat voelt. Kom aan. Ik vind dat tof, hè? Je vindt dat leuk. Oh. Ah! Sorry! Is er een plekje? Het is oké. Voor het ultieme satisfying gevoel. Hey guys, today I'm gonna show you some new fidget spinner tricks. With these awesome new things, you can do some nice tricks. Today, we gonna show some tricks with the fidget spinner trick. Zo, en nu doe je zo... Wow! De jeugd houdt zich daarmee bezig, toch? Of leuk aangenaam. Ik ga zo dan draaien. Hey, neem mijn oortje, we gaan kijken naar mensen die trucjes doen hiermee, want dat is de hype. 5 easy fidget spinner tricks for beginners. Oké. Ah, fuck, ik. Wrecked. Oh! Oh! Come on! Oh! De bouwste gewoon back! What the fuck? Ik meen dat hij is echt autistisch speelgoed. Dat. Waarom zou je dat zelf willen kunnen? Ik weet niet waarom ik dat ga proberen. Ik meen het. Dit is eigenlijk niet goed voor de stress, ik ben... Die leeft nog. Nee! De eerste hype van 2017. Dit ding. Vuur! Dat was voor de film, nee, ik kan dat niet doen, maar ik dacht dat daar echt.
conclusie van die fidget spinner. En goede dingen. Ja. We geven ze een 10. 10. Kopen zeker. Zeker kopen. Tweede hype van 2017! Ryan, wat is de tweede hype van 2017? Vape! Tweede hype van 2017 is deze vape. Dat is niet mijn vape, ik doe dat niet, fuck dat. Maar dit is dus een vape. Het is gewoon een stokje met zo'n vloeistofje. En als je dat aansteekt, dan kan je daarvan vapen. Maar deze is plat, dus we moeten hem opladen via de PlayStation. Voilà, het is aan het opladen. Echt? Ja. Oh, joh! Er is 8. Een van de allereerste keren dat ik dit ga doen. Psych! Maar ik heb geen vape. Deze smaak is watermeloen of zo. Smaakt toch heel raar. Can't handle. Niet zeggen dat dat gay is, hè? Wat denken die mensen wel niet dan? Mensen dat doen? Ik vind het kut. Oh. Doe harder! Vape Nation! Oké, conclusie, die vape is ook niet echt ons ding. Maar we moeten wel kijken wat de hype is. Dus we gaan naar vape tricks kijken. Oké. Dus wat wij gaan proberen is wat de rechtse guy gaat doen. Oké. Ja, oké. Oh joh. Nice. Let's do this! Begin maar! Het was in hier, ja. Jullie dat gezien? Hey! Vape Nation! Kom aan, allee jong! Doe dat niet. Sigaretten zijn nog beter. Conclusie. De hype van 2017 zijn gekut. In de channel. Wow, dat was echt nog oké. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vind je het niet leuk, smaak je zeker duimpje omhoog. Dat smaakt naar medicatie. Nou, dat smaakt naar kanker. Volgende video is ook waar je naar de komende 10 ook. Dus. Klik zeker op deze video als je meer wil zien van mij. Tot de volgende keer. Subscribe op Zetje.